Hallo iedereen, ik ben Jesse. Ik ben Hes. En na 3 maanden zijn we weer terug. Het is 1 april. Dus misschien komt deze lesbij niet eens meer. By the way, het is Pasen. Dus vrolijk Pasen iedereen. Ja, voor jullie is het misschien niet Pasen. Fuck jullie. I know, right? Het is niet Pasen en het is 1 april. Zo, ik ben er toe. Dus, ik ben verdat. Juist. Het is weer een lange tijd sinds ik laatst heb gespeeld. En mij wordt fuck deze RPG. Ik weet niet eens meer wat we moesten. Ik kan een video opzoeken. Ik kan de video opzoeken waar we het laatst hebben gedaan. En wat we later. Maar dit is de characters. Oh god. We hadden dus like die roulette gespeeld en als. Dit is die ding. Dit is de faal die we nu aan het doen zijn. Misschien moesten we hier nog aan knippen. Whatever. Ik ging op de hoogste ding van de toren, was het niks. Ik vond het tegenwoordig die veel kant, die andere kant op pist had. We hadden Russian Let. Nee, was het? Dat was een tijdje geleden, Hens. Ja. Oké, dus. Daar ging er heen. Dan ging hier. Hierin. Dan de Hemels Party Member. We gingen dan hier doorheen. Gingen we weg terug, even opstaan en wegwezen? Ja, we gingen opstaan en dan. Ja, we moeten dus weer, okay. We moeten weer terug hier naartoe. Ja. Oké, we moeten weer terug daar naartoe, dus gaan we naar dit. Bicycle. En dan komt een van mijn favoriete momenten in dit spel. Oh, ik bedoel, er zijn er veel op. Fucking hell. Maar we waren al bij die klas. We hadden al met hun gesproken, niks. Ja. Dat is wel schijnlijk. Dat was een Oké. 1 april. 1 april, fuck. Nope. Als je dood gaat, ga je dood volgens mij. I know. En ik laat even kijken hoeveel. We hadden nog genoeg HP. Ah. Laten we die riskeren dan ook. Maar fuck it, we moeten realiteit hebben in deze fucking shit. Niet soms. Waarom heb je daar niet gezeten? Wist het niet. Ja, deze. Ik op mijn favoriete moment in het spel. Bulldozers. Ik vind het allemaal met jouw bulldozer. New games experience. It's morbid, I know. Oké, dus ga je die bulldozer vermoord iedereen? Iedereen? Ja, iedereen die tegenkomt, vermoord hem. Is goed, laten we eerst even achteruit gaan. Volgens mij zag ik daar lichaam. Yes! Oké, het is tijd voor ons, wat is dat? Wees het level 2! Wow, dat is morbid. Rooster staat level 13, Rooster de Stormboy. Oh, Rooster? Ja, dat is ik niet, maar we try the best. Yes, we did. Goodbye, Timmy Carrots. Goodbye, Percy Peace. Ik wil een lichaam leden. Vet is dan even ons wel. Oh, come on. What the fuck? Oh, dat was dik. Ja. Ja? Leuk poging, hè? Fuck what? Ah, oh, het is wel over. Ik kan niet meer terugduwen. Nice. Weet je, waarom... Oké, dit is perfect. Dit is het, Horus. This is your chance to redeem yourself. Nou, Enes, ik moet de effort verder gaan. Weet je nog de ene gast waarmee we de kinderen verbranden? Mm-hmm. Weet je nog waar we de oliebucket overheen gedeeld en alles ging in de fik bij de kinderen? Ja. Niet meer, ga door. Ja, die gast zei, dat is de tweede ergste ding wat in zijn leven is gebeurd. Onthoud dat. Voor deze cutscene. In ieder geval, ga verder. You can't do it, hoor. No. No. Not now. The memories are coming back.
Not now. Grandpa, Grandpa. I wanna be a bulldozer driver just like Daddy was before him and son Mommy Dwight. Before him and Mommy Dwight? Whatever, kid. And the last diploma for the day goes to... Horace Dinkle. Congrats to passing your bulldozer driving test. I think there's a typo. It's Horace Finkel. Okay, whatever. Horace received the Horace Dinkle's diploma. Thank you, sir. Time to show the world what I'm made of. Hij gaat van... En dat is die gast waar met die kinderen. I'm Horace Dinkle. Whoops. Horace, quick. Use your bulldozer to lift the fridge and save my life. Ik had die maar net naartoe. Yes, my loves. I will save you in no time. I've trained for many years and spent all of our money to learn how to operate this beast. For I am Horace, the Shining Bulldozer Prince. Ik kan zien wat. Well, Horace, you can have saved your wife. If you weren't so bad at driving bulldozers, your loss. You suck, grandson. you'll never be a real bulldozer driver. That was damaging. Hey, listen, I don't really feel like doing this anymore. I'm just gonna turn this off and go home. Let me just press the off pedal and... Oeps. Interessant. Oh, ik vecht met de bulldozer? Ja. Ik kan tegen hem aanrijden. Wel, hoogstens doet het meer schade dan nu wat ik kan doen. Ik wat een dosing, though. Blindness. Pak het. Zo. Maar ik had alleen maar snaps in het aanvoer. Bijvoorbeeld bij Flap. En hij. Oeh. Het is een tijdje geleden, dus ik ga gewoon mijn dingen doen. Ah, Vantage Boys. Burst is eigenlijk best wel goed. Ja, rijden door de cruisterstroom. Shit man, deze persoon is niet... Ik ken hem nog laatst, we zeiden van ah, joh, anderen zijn beter, maar deze doen best wel veel schade. Vraag me af hoeveel schade die rest dan doet. Misschien. Ja? Ik vind het wel sterk op vijand, nee. Ja. Deze baas is deze baas is gemakkelijk. Hij doet bijna niks. Ja, precies. Het is alsof hij het niet eens wil op vechten. Maar in ieder geval net zo goed de normale aanval alleen maar doen. Ja. Wat met Holland, want Holland heeft dit één. Hij heeft nog een enkele schade gedaan. I know. Oké, okay, hij is gestopt met haar, dus nog niet dood.
shit. Ah shit. Je hebt gemist met de exhaust. Fuck it, cop blast. Ik zou hem healen dan. Ja, ze moeten healen. Ik weet niet wie de healer was. Curry kan healen. Wacht, hij wist niet hoe hij bestrijden voor een moment. Ja. Maar hij is een slechte bulldozerrijder. Dus... Daar gaan we. Becky, my love. I killed again. Huh? Bereid. Ah, your vehicle stopped working. Oh. Oh, daar komt maar verder. Je kan volgens dus het weer. X is in that party. Dat lijkt niet. Ah, je kan niet. Hey. Hey, je kan doen, maar. Oh, je hebt dynamiet. Yo. Hey. Ah, wacht! No! Sukkel! I didn't know, het was plot. Oké, zullen we knippen? Kan je terugkomen, daar is de vraag. Ah, denk ik wel. Volgens mij was er niet zo van, dus toch. Is het poging waar? Nou, goed, waar zijn. Die zijn nieuw. Zijn die nieuw, maar zijn ze daar altijd onderweg aan het verkeer? Is that TNT? Can we have some? I'll give you 100 max. You make more than enough, you have more than enough TNT. Ik heb echt helemaal geen idee. No, it's scary. Oké. Zo, welke kant was dat nou weer? In een van de slot of niet, zoals? Ja, ik hoorde een van de deur. Laten we even kijken hoe het zit met de fireballs. Wat een fles heb ik? Ik heb wel een soepflesje hier. Ik heb 7 firebombs en 19. Maar ik kan ook een plek met heel veel mutanten tegen. Ja, ik heb al vuur nodig of niet zoals. Ja. Nou, laten we zien hoe we daar terugkomen. In feite, we komen best wel dichtbij. Was dat de weg? Nee, ik heb nog een bananengrot en terugkijken. Ja. Goed dan ook. Kut! Fuck, 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 fuck. Wait, welkom hier. Wap, we zijn fucked. Ja. Wel. We kunnen gewoon wacht laden. Wacht even. Waarom? Nee. Oké, even serieus. Oh ja. Het werkte niet vanwege de potreden. En nou, vul de flessen dit keer. Ja. Kijk. Zou ik gewoon een team maken of zo? Maak speels mogelijk tot hij eruit gaat in het leven. Nou, kijk hoe we kunnen kijken. Nou, onthoud. Er is nog een stuk TNT dat we kunnen ophalen. Ja. Dus wil je voordat we beginnen, zullen we de TNT ophalen? Weet je wat? Ik ga gewoon hier opstaan. Ja. En dan kijken we even wat er gaat gebeuren als we de TNT geven. Ja. Oké. Okay. Dus laten we de car gebruiken. Ja. En dan kunnen we 7. Laten we die mutant vermoorden die daar slot. Ja? Dat is een 7 punt bij de mutant. Wacht, is het niet hier een heal point? Ja, daaronder. We hebben opgeslagen. Pray to RNG's.
Oh, fuck deze spel. Ah, oh, voor fuck's sake. Wie is hier gekidnapt? Die boys. Het was Rooster. No! Well, bijna kill yourself. Alright. Als ik er meer keer doorheen ga, dan meer ik ben, dan weet je wat dit is gewoon. Wat vermoeiend. En wat nodig. For fuck's sake! Wie is het dit keer? Rooster alweer? Ik moet gewoon daar naartoe gaan. In plaats van deze random ass god slaap en hoop dat het fucking RNG me niet verneukt. Wat hij twee keer deed! Hetzelfde persoon ook. I know, right? Is het zijn hoofd? Ik heb geen probleem als je een snel humor bijvoorbeeld doet als iemand bijvoorbeeld buiten staat en in mijn gezicht slaat. Maar als je de hele tijd like party members of zo van me afneemt? Wanneer wilt het wel pijn? Oh, we hebben hem al vermoord, oké. Wanneer wilt het ons pijn doen, anyway? Het is alsof we hebben hem al vermoord, volgens mij. Misschien. Het was wat 3 maanden geleden of zo. Het was in 1 januari. Het was eigenlijk in januari vroeg. Ja. Oh wel. Whatever. Sorry, laten we die honden. Laten we het CNT geven wat dingen opblazen. Woehoe! Dat is nou een ander gebied. Ja. Let's blow shit up! Blow shit up! Blow shit up! Ik weet al hoe we de volgende party member moeten krijgen. Dat was random. Gewoon opstaan. Nou, laat ik maar eerst opstaan. Ik weet maar nooit. Laten we de TNT opnemen niet uit gaan. Gewoon doorgaan of terug? We hadden al de TNT gepakt dus. Ja, maar dus we hebben nog 1 TNT op. Waar is die? We hadden al eentje gepakt bij die ding, hè? Bij die bulldozer. Ja, we hebben nog 1 TNT over ons. We hebben nog 1 TNT. Zo, waar is die andere TNT? Ja, we hebben het al. Ja, oké. Dus we gaan gewoon door. Nee, we gaan niet op. Je ziet toch de stenen hier? Ja. Laat de stenen op die bij die deur daarop. De bovenste. Ja, de bovenste deur. Volgens mij. Oké, voordat ik nou. Denk, wat wil je? Ik weet niet of dat de juiste god is, dus ga in de god. Nou, we hebben opgestaven zo. I have no eyes to see, but I can taste it. Interesting. Oké. Okay. Wie heeft deze pot bij toen ik denk dat het gemaakt? Zorro. Het was fucking hell. Such great taste. Such fast service. Is he truly. Oh ja, oh ik weet wat dit is. Zo, gaan we de goede kant op? Die moeten we later doen. Die moeten we later doen, maar. Later doen zij toch? We hebben opgeslagen. Oké. Hey, speedrun stat. Hier ben ik verbaasd dat ik 4 frames. Oh ja, die 4 frames. Oh. Oké, zo waren we toe. Oké, gaaf. We zijn nog steeds hier. Oké, we moeten nog een TNT geven. Gewoon doorgaan dan? Of nee? Laten we doen. Oké, wacht, ga je staan beneden? Ik weet niet meer of hij beneden was. Oh, daar heb je ook een TNT gemaakt. Nou, gewoon, laten we rondkijken als het fout is. Spin hem gewoon van de berg af. Oh, ik weet dat deze plek natuurlijk lijkt. Ja, dit is een ander gebied. Ook voor later? Nee, hier kunnen we naartoe gaan. Oh, ze hebben 2 nieuwe, dat is niet bij. Ha 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 ha.
This is finally the end for you, Rangers. But then you die by the hands of Demon X. Wat is met deze JoJo poses? Gosh, he's so strong. Rangers, what are we going to do? Dus wil je wat mee doen? Ze kunnen het wel handelen. Toch? Toch? Nee. Stylish. Oké, ik heb het niet. Thank God. Jezus. Ziek van. S-L-S-D-D-S. En dat was Wawa. Waar is Wawa? Nou, misschien. Wawa. Ja, maar ik weet het klopt niet meer. Ja. Holy shit. Ik denk niet dat je tegen hem moest vechten. There's no hope left. This is the end. Wait. I think I have a plan. But it will require me to go deep into the darkness of my past. I don't know if I can. You have to black. It's our last hope. You're white. Here I go. It was a hot summer day. Back then I was a bit size challenged. I take freaking brains from too much movement. Anyway, I was walking home from the market to see my papa. I was really excited to get home and see. As I was walking into Papa's house, I got stuck in the door frame. This was truly a new low for me. My weight had become a real problem. But getting stuck in that door was nothing compared to what was happening inside the house. Thanks, boy. You're my new son. You're my new thin-hipped son. Thin-hipped. Stands for daddy, boy. Make papa proud, son. Now bend down. It wasn't what I saw that hurt me the most. It was the fact that they didn't notice me stuck there for 2 weeks. Like, I don't understand how that story was helpful to us. But it's horns. If we retreat into this cave back there, he can't catch us. My god, you're right. Hey, Demon X. Yes. More like Zomen X. Hey. Salvation Rangers. Retreat to the cave. Try catch us, baka! I'll get you, Rangers. Son of a bitch. Heb je ooit gehoord van zijwaarts inlopen? Nou, dat was haast niet uit. Pas tegen hem. Ja, voelt hij zich gehoord. Voor de rest denk ik gewoon dat je niet moet vallen van naar een kom staan ergens. Ja. En misschien moet je ook een fiets pakken. Maar hoe ver. Wat is. Oh ja. Wat te zien kunnen we lopen het ook HP hier. Nee. Het is alleen Brad en de Rooster zo te zien. En hun krijg. Is dat volgens mij echt een ding die ik had gekocht? Ja, want hun krijg een gestolen HP. Okay. Fuck. Zeker de andere paal. Bar daar. Dat is niet. Je hebt toch niet de TNT gegeven aan die gast, of wel? Nee, nog niet. Nee, dus je hebt geen magazines om shit te kopen bij de bar. Oh, ik heb wel wacht. Ik heb magazines om shit te kopen bij de bar. Ik heb gegeven al de TNT. Oh,
Is al, ik heb nog die andere TNT erbij, dus... Nee, je hebt gewoon niet naartoe te komen. Ah, dus nu is dus een party member. En hij wil 500 magazines hebben. Nou, ik heb geen geld. Ik moet gewoon kopen, proberen. Wat ben je aan het doen? Het kost 500 magazines, ik heb er 120. Ja? Dus een andere keer eens? Ja, I guess. Ik kan zo wel opzoeken hoe dat moet, maar... Ik heb nog daar naar boven, volgens mij. Zo. Thomas, your video wrecking our image crying. Come on. The guy in the corner is saying, Jack! Boo-boo-hoo-hoo-hoo! Hey man, I saw you looking at me earlier. You think this is Fronte? Oh, fabulous! Take good! I'm gonna kill him. Fuck. Oh, fuck. Well, you had a better healer. Yeah. So, gewoon de healing uit is goed. SP driving. Niks voor party members, dat denk ik. Denk je dat dit een typische app of een. Oh shit, ik heb 6 TNT. Oh, dus je kan veel meer. Oké. Kan van alles opblazen. Ja. Kan weet je van iedereen laten hier dan? Worstje of niet? Jij bent belangrijkste. Is van ook. Het is geen, onthoud, het is geen Persona 5. Dat is waar, maar nog steeds bent op dit punt kan like, de meeste schade gebeuren. Dus. Ja. Choice. En ga je hier? Waarom ga je er heen hier? Daar gaan we. Zie je, Jess? Ik weet wat ik doe. Je hebt schade gekregen, though. Ja. Zal hij nu nog hopen dat, dat iemand sterft in deze gevecht? Oh ja, dat is. Hop, het is tijd om ook te testen en te vinden wat mijn skills waren. Waarom duw je niet alom? Zit hij niet in een vantage point voor nu? Ja, maar ik kan nog steeds geraakt worden. Damn it, it's just the S. Oh, jij bent aan het huilen. Bastard. Met zijn gezicht ook. I don't know. Hij zit tenminste zijn ding te kussen, dat kan ik zien. Nou, goed als het fijn JoJo karakter is. Think you're real fucking cool. Still advance. You killed him. What a jerk move. Ooh. Thomas, you're really breaking our image. Like, why? Come on. Okay. Disarm point. Let's do it. I'll date stewardess. Krijgt hij van als hij stuurt tegen mij. Ik bewaar gewoon het ding voor nu. Mijn magazines. Ja. Even kijken. Niks.
Gedachte snelheid verhoogt je aanvalskracht. Oeh, neem maar. Waard het, denk ik. This is really fantastic neighborhood. I know, bro, it's not even midnight. Fantastic. Lijkt het nou een beetje donker? Nee, waarom doe je dat? Ik hoop dat het net naar de overkant kan komen. Nee! Flesjes, Jesse. Nee! Fuck you, Monday mornings. Fuck you, Tuesday afternoons. Who even knows what day it is? Saturday night.